De afgelopen weken heb ik als beginnend regisseur mijn eerste ethische pornofilm mogen maken. En ja, dat doe je natuurlijk ook niet iedere dag. Het was echt waanzinnig leuk om te doen, maar jullie hebben daar natuurlijk ook je vragen bij gekregen. En dat snap ik ontzettend goed dat je die dan hebt. En daar is eigenlijk dit moment voor bedoeld, om jullie mega inhoudelijke en supergoeie vragen te beantwoorden. Te beginnen met de leverworst. Ja, waar kwam nou in godsnaam die leverworst vandaan? Ik heb één ding geleerd. We beginnen met leverworst. Met de worst. En dan gaan we eigenlijk beginnen met het intro. Maar niet zonder een plakje leverworst. We hadden onze allereerste draaidag. En dat was op snuffelstage bij Kim Holland. En zij was natuurlijk helemaal in charge van wat daar ging gebeuren. En we waren zo de dingetjes aan het klaarzetten. En toen zei Kim dus ineens, oh, de leverworst. En toen haalden ze dus een leverworst tevoorschijn. En die moest ik dus gaan snijden. En die werd dus ook op tafel gezet. En ik vond het gewoon heel leuk dat er gewoon een soort van Hollandse glorie werd gecreëerd daar op de set. En dat er dus ook porno gemaakt werd op die bank. Maar dat daarvoor dus gewoon leverworst op tafel lag. En ja, dat vond ik gewoon smullen. Maar genoeg over de leverworst nu. Ik ga het niet meer eten. Wat vindt directrice Suzanne van het resultaat? Ja, dat is een goede vraag. Laten we er even gaan bellen. Toch? Ja. Lachen. Oh, ik krijg echt weer PTSS na het vorige moment. Hey Jure, hallo. Hey, hello, good day. Hoe is die? Goeiedag. Ja, goed hoor. Prima. En jou? Ja, goed. Ja, ik was eigenlijk even benieuwd wat je nou uiteindelijk van de films vond die we hebben gedraaid. Nou ja, wat vond ik van de film? Het is wel echt porno wat je gemaakt hebt, inderdaad. Dus, ja, dat was wel de opdracht, ja. Dat was zeker de opdracht en het was ook wel even gek om dat te zien in je eigen kantoor. In je eigen woonkamer. In je eigen woonkamer, dus, maar ik zit er vandaag met net zoveel plezier als gisteren, dus... Nee, dat vond ik echt heel oké. Nou, ik waardeer het wel in ieder geval echt ontzettend dat je er volgens mij echt 1 milliseconde over aan na hoefde te denken. En dat je toen al gelijk zei, ja, hartstikke leuk, ik vind het belangrijk en goed. Het was ontzettend moeilijk om allemaal dingen te regelen. En dat dan juist de directrice van dit bedrijf zegt van prima, doe het maar in mijn woonkamer, vond ik wel echt heel bijzonder. Ja, ik heb er ook wel een tafel voor, hè, als je het ziet. Dus, Ja. En ik denk ook dat dit wel een mooie uitnodiging is naar nog veel meer. Toch, als je er zo positief over bent, kunnen we best wel wat meer eruit gaan pompen. Want ja, het is nog wel karig in Nederland, de ethisch geproduceerde porno. Nou, ik weet niet of het elke keer leuk is om op mijn bureau te doen. Maar, nee, iedere keer een ander plekje. Maar vanuit BNNVARA zouden we dus wel een soort van piepklein productieafdelingje kunnen starten om de consument wat meer te voeren. Nou, laten we daar nog even over doorspreken met elkaar. Oké. Okay. Ik zeg er niet meteen nee tegen, maar om nou te zeggen, we gaan een pornoproducent worden. Daar zou ik ook nog wel even over willen doordenken. Oké, okay, nou dat snap ik. Oké, okay, laat het even bezinken. Ja. Oké, okay. Nou, in ieder geval bedankt voor deze samenwerking. En zie je wel weer. Oké, doei. Doei, werk ze vandaag. Doei. Doei. Nou, positief dus. Door naar jullie vragen. Hoeveel vragen zijn het ook? Welk stuk vond je het leukst om te maken? ja, dat is natuurlijk wel het stuk waar ook de twee jongens in zitten. Terwijl ik natuurlijk dacht van, dat vind ik het leukst omdat ik dat ook het geilst vind. En tuurlijk, ja, ik ben ook niet van steen, dus het doet wel wat met me, zeg maar, van binnen. Maar ja, ik weet niet, ik vond het ook heel leuk dat we daarmee toch probeerden zo'n beetje artifarty zo op die tafel iets te maken. En ik vond het ook prettig dat er gewoon geen verhaallijn in zat. Het gebeurde ook en het ontstond allemaal maar en we keken ernaar. En ja, ik weet niet, ik vond het gewoon een heel leuk moment dat het ook echt zo samensmolt. Deze vraag kwam het allermeest binnen. Oké,
Werd jij zelf geil tijdens de opnames? Nee, ik werd niet geil. Er waren gewoon andere dingen waar ik zoveel meer mee bezig was dan mijn geiligheid. En je moet toch wel, ook als je thuis zit, dan ga je ook niet in, zeg maar, dan ga je ook even goed voor zitten. En je pakt er misschien even iets bij of niet. Ja, gewoon ook op de set, zeg maar, waren er gewoon andere dingen waar ik veel meer mee bezig was dan, ja, mijn eigen lul. Later heb ik hem wel thuis bekeken, in mijn eigen momentje. En het ook toegelaten. En toen vond ik het wel geil. Zeker. Had je niet zin om zelf de hoofdrol te spelen? Nee. Want dat zou betekenen dat ik ook met een stijve piemel op beeld moet. En ik denk dat die challenge me emotioneel niet goed was afgegaan. Ja, ik denk ook oprecht, zeg maar, dat ik het niet zou kunnen. Want er, ja, net zoals dat ik niet geil werd van het regisseren. Het moet je gewoon, die hele sfeer daar is natuurlijk ook best wel zakelijk. En tuurlijk, als ze het aan het doen zijn, denk ik dat er ook heel veel warmte is. Maar ja, je moet wel echt een soort van knop kunnen vinden om je geiligheid aan te zetten. Ik denk niet dat ik dat zou kunnen met andere mensen allemaal eromheen. Maar ja, dan is het ook wel lekker om, ja, gewoon mijn stijve penis, zeg maar, voor mezelf te houden. En voor de mensen die daaraan zuigen. Voelde je niet ontzettend veel schaamte om zoiets te doen? Ik? Hoezo zou ik schaamte voelen? Ik ga dus nu even mensen tegenhouden hier. Hallo. Wij zijn hier even een kusscène aan het opnemen. Vinden jullie het goed om heel even te wachten? Terwijl... met een babymondje. En ze lachen toch? Pornoregisseur, ik vind het gewoon wel vet ook. Nee, er zijn dingen bij Spuiten Slikken die ik heb gedaan die veel voor veel meer schaam dan voor dit. Geen vraag, maar zo genoten van hoe lief en begaan jij was tijdens het maken. Oh, dat is echt heel lief. Ja, nou, er zitten natuurlijk ook in de edit zitten natuurlijk alleen alle goede stukjes, hè. Nom, 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 nom. Maar, nee, grapje. Ja, nee, ja, het was, ik vond het ook heel leuk. Oké, wat was de grootste eye-opener tijdens het maken van deze serie? Nou, wat ik wel sick vond, was hoe normaal het was, hoe slecht de omstandigheden waren. Dus toen, ook op een gegeven moment, hadden we zo'n gesprek op zo'n balkonnetje. En ja, vroeg ik zo van, wanneer is het dan voor jullie een fijne dag? En dat ze dan zo zeiden van, ja, nou ja, als er gewoon al eten is, dan zijn we echt heel blij. En als er gewoon een beetje interesse is. En ja, toen stond ik daar echt, toen dacht ik echt, jezus, ik vond het gewoon... Ja, ik weet niet. Ik vond het aan de ene kant ook heel lief, zeg maar, dat ze dat zo zeiden. Maar aan de andere kant dacht ik ook echt van, hoe is dan zo'n draaidag als er gewoon niet naar je wordt omgekeken en als er gewoon niet eens vreten is, zeg maar, op een draaidag. Dat gaf me ook wel een soort vuurtje van binnen om gewoon hier heel hard voor te werken en heel erg te laten zien wat er dan mis mee is. Van ja, je kiest er al voor zeg maar dit beroep. En tuurlijk, dan, je bent ook niet gek, dan weet je ook wel dat dat gewoon heel erg... impact heeft op je leven. En dan word je ook nog eens daarna behandeld. Alsof je een of ander gek hoertje bent. Ja, dat vond ik gewoon heel sneu. Terwijl er gewoon zulke lieve mensen achter zitten die gewoon van seks houden en van camera's houden. Wat is de winst tot nu toe? Ja, goede vraag. Winst? Dat kennen wij hier niet bij BN Vara. Want dat mag er helemaal niet zijn, omdat we natuurlijk met belastinggeld televisie maken. Dus het is gewoon belangrijk dat we goede dingen maken, maar er hoeft zeker geen geld gegenereerd te worden in de dingen die we maken. Ja, heel kort antwoord. Niks. Nul. Heel veel emotionele winst. Hoe lang duurde de draaidag? Ja, ook echt een goede vraag, want die duurde echt tyfus lang. Ja, dat was wel een beetje balen.
Ik denk dat voor ons team het wel een hele lange dag was. Want wij waren er denk ik om 8:30, 9:00 of zo. En we waren klaar met de tweede scène om 6:30. We hadden wel dingen natuurlijk de vorige dag klaargezet en zo. Maar ja, gewoon dat opnemen, dat duurde toch wel lang. De acteurs waren wel minder uren op de dag. Maar ik denk toch dat we qua draaien ook echt voor hun, dat het ongeveer 2 uur, nou, misschien iets langer dan 2 uur per scène was. En dat is eigenlijk ook gewoon te lang. Omdat normaliter hebben ze ook wel eens dat ze bijvoorbeeld opnames hebben en dan nemen ze 3 kwartier op. En dan wordt daaruit gewoon de film gehaald. Maar wij zijn noobs. Dus ja, we hebben daarin wel echt veel te lang gedraaid. Ja, dus we waren allemaal best wel moe. En toen gingen we pizza eten. En toen was de dag klaar. Toen zeiden we, it's a wrap. Wat zijn de kosten geweest voor het maken van de film? Ik denk dat een kostenplaatje iets lastiger is. Omdat, om mee te beginnen, de acteurs bijvoorbeeld al aan ons hadden gevraagd of ze hun fee, wat ze hebben verdiend voor deze films, of we dat niet wilden zeggen. Maar ik denk wel dat we een soort van kostenplaatje misschien kunnen geven met kostenposten. En dan snap je een beetje het geraamte. Maar echte bedragen, zeg maar, ja, zijn dus een beetje lastig. Maar ook gewoon vanwege privacyredenen. Oké, de posten. Regisseur, eten, drinken, condooms, glijmiddel. Intimiteitscoördinator. De locatie, die was nu gratis. De SOA-testen, moet je aan denken. En dan heb je nog als laatste de crew. En dat is dan camera, edit en productie. Wat vind je van het eindresultaat? Zou je het zelf kijken, aanklikken? Nou, die girl-girl zou ik niet zelf aanklikken, want ik hou niet van de vrouwtjes. Maar ik denk dat die andere, dat ik dat wel zou aanklikken. Zeker omdat ik dan, als ik denk ik zo de thumb zou zien en ik zie helemaal zo mooie golden hour dingen, daar ben ik ook wel fan van. En ik vind trio's ook wel leuk. En ik denk dat de directiekamer, daar zou ik zeker wel geld voor worden, ja. Wat heeft je het meest verrast? Nou, wat me ook wel verraste was dat er gewoon, ik heb dat nooit meegemaakt, maar dat nog voordat we eigenlijk iets hebben uitgebracht, er al zoveel ophef was. Dat was op de opnamedag, dus dat was heel relaxed eigenlijk. Maar ineens was het nieuws naar buiten gekomen dat we dus een ethische pornofilm gingen maken. Nou, ik denk dat mensen daar al van dachten van nou, gut, Bien en Vara. En dan was het ook nog eens op de directiekamer. Maar ja, dat echt een soort van, dat ontplofte gewoon of zo. Terwijl ik dacht, ja, dat had zeg maar niemand voorzien. En ja, ik was ook niet heel blij omdat dat gewoon op die opnamedag was. Dus ik dacht ook van, ik heb wel even iets anders aan mijn hoofd. Maar ik vond het ook gewoon wel heel tekenend voor die bekrompenheid, zeg maar. Die kwam er op die dag heel erg uit. Terwijl ik dan denk, mensen, we kijken allemaal porno. Of nou, in ieder geval, de meeste mensen kijken porno. We hoeven nou niet te gaan doen alsof dit ineens een soort van heel heftig is. Oké, dat was de Q&A. Heel erg bedankt voor jullie vragen. En vooral natuurlijk echt ontzettend leuk dat jullie zo hebben meegeleefd met deze ethische pornofilm. Maar waar is dit ding nou te zien? Oké, iedere dag is dit te zien tussen 12 uur 's nachts en 6 uur 's ochtends. Dus in dat tijdsvak. Voor altijd. Je hele leven lang. Dus blijf er lekker van genieten. En tot de volgende pornofilm. Doei. Ik denk nog wel een plek. Zijn klaar, toch? Ja. Wil je plakken? Oh ja, eet geen vlees, hè? Nee, eet ik één voor jou. Echt lekker. Wat nu spraken.